Het is vrijdag 17 januari. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. €1150 boete voor man die met een slok te veel op en zonder geldig rijbewijs een stadsbus bestuurde. Be Like, de grote hit om je stad of dorp te promoten. En slapen met een knuffel, kinderachtig? En vast het weer voor morgen. Zaterdag zijn er wolkenvelden, die worden afgewisseld met zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. De wind is matig tot krachtig en komt uit het zuidoosten. In de middag loopt de temperatuur op naar 9 graden. Een buschauffeur van de RET die vorig jaar in Rotterdam tijdens een dienst twee auto's ramde en vervolgens doorreed, heeft van de rechter een boete gekregen van €1150. De 58-jarige man bleek te veel te hebben gedronken en was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De RET heeft de man destijds direct ontslagen. Bij de rechtbank in Rotterdam, verslaggever Marcel van der Steen. Marcel, €1150 boete, daar zal iedereen zijn mening over hebben. Ja, dat lijkt natuurlijk ook wel mee te vallen voor deze man, deze chauffeur van de RET. Zeker als je bedenkt dat hij in 2011 ook al een keer is aangehouden met te veel alcohol achter het stuur en zonder rijbewijs. En het gaat natuurlijk ook niet om een personenauto, maar om een bus met, naar eigen zeggen, 7 passagiers aan boord. Nou, daar werd ook rekening mee gehouden door de officier van justitie. Die eiste zo'n €2000 boete. Uiteindelijk werd dat 1150. En het kan zijn dat de rechter rekening heeft gehouden met het feit dat hij natuurlijk ook zijn baan kwijt is. En naar eigen zeggen geen uitkering krijgt op dit moment. Na de zitting heb je de buschauffeur zelf ook nog even gesproken. Maar hij wilde verder niet voor de camera reageren. Maar wat heeft hij zoal gezegd tegen je? Nou, hij is allereerst opgelucht over de hoogte van de straf. Die kan hij gaan betalen in termijnen. En hij vindt ook achteraf gezien dat hij niet had moeten gaan rijden die dag. Hij had zich ziek willen melden, had een feestje gehad de avond ervoor. En hij zou daar een paar biertjes en 3 glazen port hebben gedronken. Maar de rechter kon dat moeilijk geloven, omdat de volgende ochtend, zo'n 12 uur later, hij nog 0,8 promillage alcohol in zijn bloed had. Dus de rechter zei ook, dat moeten heel veel meer glazen bier of andere alcohol geweest zijn. Dankjewel. Maar ook andere dingen onduidelijk. Bijvoorbeeld het hebben van, behalve het hebben van een rijbewijs. Hij zegt zelf er wel één te hebben, maar bij het CBR in de databank is daarvan niets terug te vinden. En ook in het politieverhoor heeft hij dat ontkend. En je zei al, ik heb hem eerder gesproken. Daarin zegt hij ook dat hij spijt heeft van zijn daad. En dat kun je terughoren op Rijnmond.nl. Dankjewel, Marcel van der Steen. In het water van de scheepmakershaven in Rotterdam is vanmiddag het stoffelijk overschot van een man gevonden. Het lichaam lag onder de verlengde Willemsbrug. Wie de man is, is nog niet bekend. De forensische opsporingsdienst van de politie doet onderzoek. De katholieke kerk in de Drechtsteden sluit 2 van de 8 kerkgebouwen. De Fatimakerk in Alblasserdam en de Emanuelkerk in de Dordtse wijk Dubbeldam gaan dicht. De katholieke kerk heeft te maken met een teruglopend aantal kerkbezoekers en kan daarom met minder gebouwen af. Dit zijn de 8 Rooms-Katholieke kerken in de Drechtsteden op dit moment. Als het aan het parochiebestuur ligt, gaat dat aantal dus terug naar 6. Een besluit waar het bestuur een jaar over heeft moeten nadenken. We hebben gezegd van willen we naar de toekomst toe vooruit gaan. Door versterking, door verjonging. Dat is erg belangrijk bij ons in de kerk. Meer mensen erbij te betrekken, meer aan diaconie gaan doen. Dan hebben we 6 gebouwen nodig. En dat zijn er dus 2 te veel. En daarom hebben we besloten om 2 gebouwen aan de eredienst te onttrekken. Dat doen we overigens met pijn in het hart. Grote verliezer bij het sluiten van de 2 kerken is Alblasserdam. Kerkgangers van de Fatimakerk moeten straks uitwijken naar een andere gemeente. Het is jammer, maar ja, het is wel triest, want het is een hele langste bestaat die kerk. Het hoort ook wel bij Alblasserdam, vind ik. Maar ja, als het niet financieel niet meer haalbaar is, ja, dan houdt het op. Het is natuurlijk wel sneu dat het weggaat, vind ik. Ik bedoel, vroeger ben ik ook wel naar de kerk gegaan, maar ja, ik vind het wel sneu voor de mensen die. Die moeten natuurlijk nog weer een ander onderkomen. Ze moeten natuurlijk ergens anders naartoe. In de Alblasserwaard staan 3 kerken, daar gaan we er 1 van sluiten. In Dordrecht zijn ook 3 kerken, daar gaan we er 1 van sluiten. En we hebben besloten om in de Zwijndrechtse Waard geen kerk te sluiten, omdat we 2 jaar geleden de Peterskerk al hebben gesloten.
Dus ja, het is een beetje geven en nemen geweest van ja, waar kunnen we dat het beste doen. Nog voor het einde van het jaar moeten de kerken dicht zijn. Wat er met de twee gebouwen gaat gebeuren is nog niet bekend. Juweliersketen Siebel heeft alle 36 winkels gesloten. Het van origine Rotterdamse bedrijf zit in de financiële problemen. Of de keten failliet is, is nog niet duidelijk. Siebel zegt dat daar binnenkort meer over naar buiten komt. De juwelier vierde in 2012 nog het 100-jarig bestaan en kreeg een jaar later het predicaat koninklijk. De eerste winkel van de keten opende in 1912 aan de Westerwagenstraat in het centrum van Rotterdam. En zometeen in deze uitzending, Rotterdamse fotografen zoekt volwassenen die nog met een knuffel slapen en zich daar niet voor schamen. Zijn er ook zoveel meer dan je denkt? Want ik weet zeker dat jij bijvoorbeeld, jij kent al vijf man minstens, zeg maar, die dit doen en je weet het gewoon niet. Het is een grote hit op Facebook, de zogenaamde be-like-pagina's. Bewoners van een stad of dorp nemen elkaar op de hak met humoristische afbeeldingen. Puur voor de lol. Ook Rotterdam heeft sinds vorige week een eigen pagina genaamd Rotterdammerts Be-like. Inmiddels is bijna de hele regio besmet met het be-like-virus. Nou, wij plakken herkenbare Rotterdamse plaatjes en dan zetten we een snedig stukje tekst onder. Humoristisch stukje tekst. En ja, dat slaat aan. De pagina van Rotterdammerts Be-like is pas een week online, maar de teller staat al op 36.000 likes. Het succes heeft ook de beheerders van de pagina verrast. Wat is nou kenmerkend voor die Rotterdamse humor? Ja, die gaat om zelfspot. Die is hard en die is direct. En die gaat door alle lagen van de bevolking heen. Dat is mooi eigenlijk. Hè? Wit, zwart, geel. Maakt eigenlijk niet uit. Het verbindt ons, die humor. Ja, dit is natuurlijk ook een mooi voorbeeld. De beurstraverse. Niemand noemt het de beurstraverse, dat is gewoon de koopgoot. Zo noemen Rotterdammers dat. Dus ook een plaatje? Ook een mooi plaatje. Heb je verder nog favorieten? Ja, die van Waardenberg en de Jong, die zijn natuurlijk ook wel leuk. Hè? Van moet je een spetter voor je broodmolen. Ja, dat zijn wel herkenbare uitspraken. Het succes van Rotterdammers Be-like heeft ook een aantal andere gebieden in de regio geïnspireerd. Van Goeree Overflakkee tot Capelle, ze hebben allemaal een eigen pagina. Frank van Zwieten startte 2 dagen geleden Barendrechters Be-like. En zijn teller staat nu al op 2000 likes. Ik heb een plaatje bijvoorbeeld van het station. Daar sta je fiets te zoeken. Iedereen zet altijd zijn fiets neer in de morgen. Maar iedereen vergeet achteraf waar ze hun fiets neerzetten. En dan zijn ze altijd een beetje aan het zoeken. Op jullie pagina willen jullie ook een bekende Barendrechter. Ed Aldus, de weerman, ja, die wordt ook heel veel herkend hier in Barendrecht. Door de jongeren wordt hij heel veel herkend en dingen aan hem gevraagd. Hoe ziet het weer van morgen eruit, Ed? We zijn trots op Ed. Ja, Ed is onze held. Een 74-jarige vrouw slaapt al een week lang in de bosjes in het park van Rozenburg. Ze is door de woningcorporatie uit haar huis gezet vanwege een hoge huurschuld. De zoon van de vrouw laat haar overdag in zijn huis, maar 's nachts moet ze in het park slapen. Dit mag niet kunnen in Nederland. Dat mag niet kunnen. Hoeveel pijn doet dat om te zien dat de moeder die moet slapen? Heel veel pijn. Mijn hart breekt ervan. En doordat er geen instantie is die helpt. Geen instantie. Maar je loopt gewoon tegen een muur aan van bureaucratie. En bij u in huis halen, is dat geen optie? Nee, dat is geen optie. Ik heb totaal geen ruimte. En dat is het probleem juist. Ze slaapt af en toe op de bank bij mij. Maar... waar moet ik het heen? Nou, zegt die man dat hij geen contact krijgt, hè, met de hulpinstanties. Hoe komt dat? Ja, ik heb daar een heel ander beeld bij. Volgens mij is het net andersom. Ja. Wat vindt u ervan dat iemand binnen uw gemeente zijn eigen moeder zo in de bosjes laat slapen in uw gemeente? Ja, dat is gewoon ongeoorloofd. Ik vind dat gewoon absurd. En ik begrijp het ook niet. Waarom niet? Nou ja, ik kan me niet voorstellen dat iemand, of daar je moeder is of wie dan ook, buiten laat slapen. Maar waarom zou die dit dan toch doen? Ik heb geen idee. Ik denk dat hier iets meer aan de hand is dan wat er op dit moment in beeld is. Ik zou mijn eigen moeder nooit hier laten slapen. Al moest ik op de bank slapen, ja, maakt mij niet uit. Dat willen wij ook niet. Maar dat zeg ik, ze slaapt af en toe wel bij ons op de bank. Maar dan
Ja, dan gaat ze meer als dorp in en dan is ze pleiten. En dan weten we gewoon of dat ze ergens anders zit of dat ze hier weer is. Ja, ja, wij weten nooit. En wie heeft dit gemaakt voor u, mevrouw? Wij, hè? Zeker. Wat moet je anders? Ja. Wij hebben hier vannacht ook dat cel moeten vervangen doordat een ander helemaal lek was. Ja. Nou, dat had ik in mijn tuin liggen, hoor. Ja. Ja, want een tentje bij u in de achtertuin, dat gaat niet, of? Nee, ik zit met die honden ook. En die rossen daar die hele tent over ook. De vrouw is op straat gezet vanwege een hoge huurschuld. Volgens de woningcorporatie is dat ontstaan sinds de zoon haar betalingen regelt. U kunt die schuld niet betalen? Nee, ik heb het geld er niet voor, want ik heb zelf een WO-uitkering. Dat is gods onmogelijk, zo graag ik wil. Ja. En ik heb al wat schulden weggewerkt voor mijn moeder. Ja. Op zich moet ik u zeggen dat de problematiek in beeld was, maar de problematiek zoals die nu geschetst wordt wel een hele andere is. Dus dat er absoluut actie op ondernomen wordt. Ja, en wat gaat u dan proberen voor haar te regelen? Ja, we moeten kijken wat de situatie is en welke problematiek eronder zit. En we gaan daar een oplossing voor creëren. Ja, maar u kan wel beloven dat ze niet meer in dat tentje hoeft te slapen? Ik vind het belachelijk dat het gebeurt. Dus u gaat wel beloven dat ze niet meer in een tentje gaat slapen? Waar het mij om gaat is dat de zoon zijn verantwoordelijkheid pakt, zoals ook met hem is afgesproken. Boswachter René Garskamp van het Zuid-Hollands Landschap weet het zeker. Bij de Zouwerboezem, een fraai natuurgebied tussen Ameide en Lexmond, zwemt een otter rond. En dat is bijzonder, want het beest is de afgelopen 75 jaar niet meer gesignaleerd. Ja, dit is de watergang waar de otter is gezien. Hier in het gebied hierachter is reservaat de Kikker. Een gebied met graslanden, grienden en ruigten. Daar is de otter gezien, zo tussen kerst en nieuw. De otter is dus gezien, maar nu is het een kwestie van bewijs verzamelen. Om te kunnen laten zien dat hij er echt zit. En het bewijs gaat hopelijk komen door de camera. Op een van de hoofdwatergangen die door het gebied heen loopt, hebben we de camera geplaatst. En we hopen natuurlijk nu dat hij zich binnen een paar weken laat zien. Mooi op de camera. De otter is bijzonder zeldzaam in Nederland. Hij was zelfs even helemaal uit ons land verdwenen. En dus werd in 2002 in het noorden van het land een nieuwe groep uitgezet. Maar ook daarvan overleefde maar een klein deel. 80% van de otters die uitgezet zijn, zijn doodgereden. Ook jongen zijn doodgereden. Alleen er zijn natuurlijk altijd otters bij die slimmer zijn. Die dreigen niet dood laten rijden. Wellicht is dit een van die mannetjes van die otters die hier terecht is gekomen, omdat het gewoon een slimme otter is. Vandaag kunnen we turen door de verrekijker wat we willen. Maar de otter is een schuw beestje, dus hij laat zich niet zien. Duidelijk is wel dat de aanwezigheid van dit mannetje een enorme mijlpaal is voor het Zuid-Hollands landschap. Het Zuid-Hollands landschap is al jaren bezig om hier de waterkwaliteit te verbeteren. We hebben vorig jaar een afsluiting gehad van een periode waarin we met veel baggerwerk en zaagwerk het gebied de Zouwerboezem hebben opgeknapt. De waterkwaliteit verbetert en nu die otter in het gebied. Kijk, en daar doe je het natuurlijk massaal voor. Voor ons natuurlijk toch wel de kroon op het werk. De competities gaan weer verder dit weekend, ook voor Feyenoord. Dennis van Eersel op de redactie. Wat is het nieuws in de aanloop naar de uitwedstrijd bij FC Utrecht? Ja, Feyenoord moet het toch nog wel een flinke tijd stellen zonder Ruud Vormer. Hij staat ook de komende 3 weken nog aan de kant met een liesblessure. Niet alleen mist hij die wedstrijd waar je het over hebt in Utrecht. Hij mist ook het bekerduel tegen Ajax, de uitwedstrijd bij ADO voor de competitie en ook het thuisduel tegen Vitesse. Gaat nog aan Vormer voorbij. Dan is er ook nog nieuws over rechtsback Daryl Janmaat. Hij krijgt toch geen verbeterd contract van Feyenoord. Want volgens technisch directeur Martin van Geel is daar momenteel geen salarisbudget voor. Eerder liet Van Geel nog weten graag met Janmaat om tafel te zitten om zijn verbintenis, die nog loopt tot 2015, op te waarderen. Maar dat gesprek heeft uiteindelijk nooit plaatsgevonden. Nou ja, dat heeft hij ook tegen mij gezegd. Dus dat zijn een van de redenen die voor hem of voor Feyenoord eigenlijk dus dat hun geen nieuw contract aan kunnen binden, omdat het geen budget is. En ja, hij zei ook tegen me van dat er misschien in februari zijn natuurlijk jongens weg. Dus dat er misschien wat meer budget is, maar. Ja, als je geen geld hebt, dan is het ook moeilijk om een opgewaardeerd contact te krijgen. Janmaat heeft zich in de afgelopen 1,5 jaar in de Kuip ontpopt tot een van de dragende krachten. Ook bondscoach Louis van Gaal ziet het in hem zitten. En Janmaat lijkt vrijwel zeker van een plaats in de selectie van Oranje voor het komende wereldkampioenschap. En de gesprekken met Feyenoord verlopen straks natuurlijk nog beter als je wereldkampioen bent.
Ja, nou ja, dat zou helemaal top zijn, ja. Dan, ja. Zou ik het driedubbel eisen? Nou, ik zat te denken aan het vijfdubbelen, maar okay. Nee. Oké, even dan. Ja, zondag speelt Jan Maat met Feyenoord tegen FC Utrecht. Daar gaat de Eredivisie weer verder voor Feyenoord. Natuurlijk is die wedstrijd op Radio Rijnmond te volgen. Net zoals we vanavond aanwezig zijn bij Dordrecht Excelsior. En zondagmiddag ook bij Sparta Willem II. Dankjewel, Dennis van Eersel. En straks FC Rijnmond, Etienne Verhoef. Jullie blikken vooruit op de herstart van de Eredivisie en de Jupiler League. Ja, want er is genoeg te bespreken. De competitie gaat beginnen. Sommige clubs hebben nieuwe trainer. Hè. Denk aan Sparta, denk aan Excelsior. Gaan praten met de Feyenoord Clubwatcher van Voetbal International, Martijn Krabbedam en Jan-Dirk Stouten. En Martijn heeft ook nog een nieuw boek geschreven over Graziano Pelle. Met Graziano Pelle, 1000 vragen aan Pelle. Gaan we straks ook weggegeven, gesigneerd en wel. En een van de vragen van Dennis van Eersel was onder andere, hoe heb je dat haar gedaan? Nou, je hebt bij Dennis net gezien hoe. Heeft hij van Graziano Pelle. Dus dat zo meteen in FC Rijnmond. En nog even een vraagje. Lig jij vanavond in bed met iets zacht, met lange oren? Dat hoop ik niet. Dan heb ik iets verkeerd gedaan, denk ik. Dankjewel, Dennis. Of Etienne. Slapen namelijk met een knuffel. Het klinkt nogal kinderachtig, maar er zijn een heleboel volwassenen die geen oog dicht doen zonder hun beer of konijn. De Rotterdamse fotografe Nienke Koedijk is op zoek naar volwassen knuffelaars voor haar boek Verborgen Vrienden. Nienke slaapt zelf al jaren met poes en weet als geen ander dat hier een groot taboe op rust. Ja. En even kijken hoor. Kijk maar even trots op Bas. Ik kan even erbij kijken. Nou, dit is Poes. 31 jaar oud. Dat ziet er nog best, is een beetje beschadigd. Maar ja, het ziet er eigenlijk nog best goed uit voor de leeftijd, vind ik. En je slaapt elke nacht met Poes in bed? Ja, in principe wel. Wel als ik in Rotterdam ben. Ik neem haar niet mee naar mijn vriend bijvoorbeeld in Haarlem of op vakantie. Ik zou zonder Poes kunnen leven, maar ik zie daar gewoon het nut niet van in. Maar hoe doe je dat dan? Je gaat zeg maar daten met je vriend. En wanneer komt het moment dat je zegt, hoi, ik stel je even voor aan Poes? Nou, kijk, als je zeg maar mensen niet kent, vraag ik ook aan iedereen. Dan de meeste mensen, zoals ik ook, stoppen hem in de kast. Je hebt echt zoiets van, nou, dat ga ik echt niet delen met de eerste beste zeg maar, die mee naar huis gaat of zo. Maar als je een relatie krijgt, vroeg of laat vergeet ik bijvoorbeeld Poes uit bed te halen. En volgens mij is het zo gegaan met mijn vriend, dat hij op een gegeven moment zo in bed ging liggen, met zijn voeten iets voelde. En dacht, zo Poes boven de dekens trok en zei van, zeg, wat is dat? En ik zat echt zo, ja, dat is mijn knuffel. En dat zijn er ook zoveel meer dan je denkt. Want ik weet zeker dat jij bijvoorbeeld, jij kent al vijf man minstens, zeg maar, die dit doen. En je weet het gewoon niet. Je komt volledig uit de kast, hè, met dit project. Ja, dat is wel een beetje eng. Geen weg meer terug. Nee, exact. En heb je wel eens echt negatieve reacties gehad? Dat je met een. Heeft hij een naam of niet? Of Bas. Zij? Bas. Ja, Bas. Dat je met clown Bas in bed lag of ligt? Nou ja, mijn ex die vond het echt maar niks. Die voelde zich heel erg gepasseerd. En dus ja, dat was vooral of clown of Bas uit bed of hij uit bed. En maar als ik met hem was, dan mocht ik niet met mijn knuffel slapen. Dus dan pakte ik hem er altijd stiekem een beetje bij. Ik heb heel veel rare verhalen gehoord over partners versus knuffel. Mensen weten dat die knuffels zo dierbaar zijn voor mensen. En dan als ze een ruzie hebben, dan kan die partner, dan heb ik wel gehoord dat die partner die knuffel pakt en zijn hoofd tussen de deur klemt of in elkaar slaat, echt met vuisten of boven het balkon hangt. Gewoon om zijn partner, om die meid te pakken. Omdat hij zoiets heeft, ja, zij geeft zoveel om die knuffel. En dan pak ik haar het beste door die knuffel te pakken. En dat geeft dus ook aan dat, ook al zegt iedereen, ja, het is maar een stoffen ding, dat het dus toch meer lading achter zit. Als iemand zegt, jij mag niet met een knuffel slapen, dan zeg ik gewoon, dan pas je niet bij mij. En daar is de deur. Ja, simpel toch? Lekker duidelijk. En als u samen met uw knuffel vereeuwigd wilt worden, het zijn hele mooie foto's, kijk dan even op onze site rijnmond.nl en dan vindt u vanzelf de weg naar Nienke. Dat was het. Meer nieuws op onze site rijnmond.nl. Ik wens u nog een fijne dag en natuurlijk een heerlijk weekend.